Hallo mensen van Banjo Town, ik ben Rick, ik ben Rick. Hallo mensen van Banjo Town, welkom bij een nieuwe Rick's avonturen. Hoi! Heb je even voor mij? La 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 la, maak wat tijd voor me vrij. La 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 la. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Kom vanavond bij mij! Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Jullie zijn best wel groot, denk ik, of niet? Ik ben niet groot, ik ben 12, mevrouw. Oké. Okay. Nee, maar dit kan je niet echt stoppen. Dit is een nepcamera. Oké. Okay. Echt een goede grap? Ja, dat is heel leuk. 1 november. Nou jongens, we hebben al één snoepje binnen. Ik hoop eigenlijk dat mensen boos gaan worden en vragen: oh, ik ben geen 8, die gaat weg. En dat ik dan ruzie ga maken. En voor de rest ben ik van plan geen Sint Maarten liedjes te zingen, omdat ik anti-boy ben. Dus kom, we gaan lekker naar de volgende uit. Theo, Theo, wat raar. Je haalt de letters door elkaar. Zeg een woord met de E. Trilillee, trilillee, trilillee. Wat denk ik het goed? Ja, keurig. Dank u. Tiegins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe ruppelt zijn kaartje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al in en alweer. Prettig Sint Maarten. Ja, ben je niet verkeerd bezig? Nee, verkeerd liedje. Weet je wel waarom ik hier ben? Ja. 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 Wat zit erin, wat zit erin? Wat zit erin? Oh ja. Oh ja, is een oh ja! Hey! Wat was een verrassing? I came in like a wrecking ball! Hallo! Hallo! Ja, wat is dit? Wij zijn van de Jehovah-getuigen. Ja, dat geloof ik dus niet. Deze voet gaat niet weg door mijn snoep krijgen. Ja, 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 ja. Nou kijk, dat kan je krijgen, want ik hoef dat niet te krijgen. Vindt u het niet mooi? Ja, ik vind het enig. Mijn moeder zegt dat ik talent heb. Hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben 13. En loop je nou nog te keuvelen? Voel maar, ik heb geen baardhaar. Voel maar. Loop je nou nog te keuvelen? Wat dat voor mijn lot? Voel maar, ik heb geen baard hoor. Voel maar. Moet je geen snoepjes hebben? Mijn baard, voel maar in mijn baard. Het is geen baard hè, nee. Het is no shave november, dus ik mag helemaal niet scheren, dus ik heb echt geen baard. Moet je nou snoepjes hebben of niet? Ja, graag. Heb je al veel binnengehaald? Een beetje. Ik heb echt vet veel hoor. Hoeveel dan? 20 of zo? Wat zie? Ja, ga mee in mijn tas. Oh, wij hebben veel meer. Echt niet? Echt wel? Echt wel? Nou, vanavond ga ik naar je huis, pak ik alles af. Oh! Ik ga je volgen, waar woon je? Hoendenpark. Dankjewel! Wat vindt u nou van het feit dat oudere kinderen nooit Sint Maarten lopen? Nou, omdat het tot een bepaalde leeftijd hoort. Wie zegt dat? Ja, dat is gebruikelijk. De grote kinderen doen dat meestal niet. Hoe staat u tegenover gebruiken? Bent u daar streng in? Hoe bedoel je? Als ik nu ga zingen, krijg ik dan een snoepje? Als jij gaat zingen, krijg je van mij een snoepje. Welk liedje? Ik kan heel veel Nederlandse topnummers, kan ik wel. Nou, ga je gang. Oké, gaat hij dan. Klaar? Ja, ga je. Oké. Met bloed, zweet en tranen. Zoiets? Ja, prima. Perfect. Nee, voor mijn eigen. Dit van YouTube. Waarom niet voor YouTube? Kan niet veel geld mee verdienen hoor. Oh, dan word ik stinkerrijk zonder. Ja, dat ben ik ook. Kijk maar, ik stink in de erin. Oh ja, ik ruik niks. Je ruikt allemaal geld. Dat is een goed idee, ja. Centjes. Zo erg. Ik kan alle snoep van de wereld kopen, ik hoef niet eens naar de wereld te gaan. Alles kopen? Heel veel snoep. In snoep ben ik miljonair. In mijn samoyakballen ben ik miljonair. Oh, die zijn wel lekker. Zeker lekker. Oké. Okay. Nou, veel succes met uw eigen documentaire. Doei, doei. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Rick's Avonturen. Volgende week een Rick's Avonturen bij de Sinterklaas intocht. Op mijn kanaal zit nog een kleine bonusvideo hoe ik ga keuvelen bij mijn moeder en bij de buren. Als je die wil zien, geef hem naar mijn kanaal. Sorry voor de audio, de microfoon zat er een beetje raar in, want we hadden de hele microfoon, hele camera ondergetaped met tape, zodat we er een cameralamp van konden maken. Dus het was allemaal heel kut. Ik vind het zelf ook heel kut. Volgende keer beter. Geef de video even een like voor de moeite die ik erin gestopt heb. En dan zie ik jullie volgende week bij de Sinterklaas intocht. Oh, oh, oh. Banjo!